Na 2,5 jaar is eindelijk het verlossende bericht gekomen voor de familie van de vierjarige Maurici. Het OM gaat betrokkenen van het dodelijk ongeluk van hun zoon strafrechtelijk vervolgen. Ze waren ontroostbaar. Ja, het was een heel hevig uh, samenkomen. En uh, voor hun ook natuurlijk de bevestiging dat er al daar heel veel fouten zijn gemaakt. Maurici bezocht eind 2015 met zijn buitenschoolse opvang Small Steps partycentrum Happy Days in Grote Broek. Een val van een klimtoestel overleefde hij niet. Twee medewerkers van Happy Days en één leidster van de buitenschoolse opvang worden nu verdacht van dood door schuld. Beide instanties willen ook nu niet reageren op het drama. Ja, eigenlijk verrassend. Want dit is wel het moment voor hun om te kunnen reageren op, het hele, op de hele zaak. Anderzijds had ik ook niet anders verwacht. Met name happy days. Die altijd wel in koele bloeden eigenlijk nooit van zich hebben laten horen. Uh, dan wel geen telefonisch contact of een bloemetje of een kaartje. Er is nooit een oprechte sorry geweest. Daarentegen heb Small Steps het wel gedaan. Toch maakt de aandacht die Small Steps aan de zaak schonk voor de familie geen verschil in de straf die ze zouden verdienen. De inzet is dat alle verdachten, dus ook de Leidse van Small Steps, achter de tralies verdwenen. Als je met een klas met 13, 14 kinderen naar een happy days gaat, waar je niet ten alle tijde overal op tijd bij aanwezig kan zijn. Had deze kleuterlijster in dit geval bij haar directie moeten uh, 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 vragen van joh, ik heb extra uh, personeel daarvoor nodig. De rechtszaak begint dit najaar voor de ouders van politie opnieuw een loodzware tijd. Ik heb ook niet echt eerlijk het gevoel uh, dat het beter gaat met ze. Ze zijn nog steeds natuurlijk in afwachting geweest, uh, al een hele lange tijd. En uh, emotioneel gezien lijkt het als de dag van gisteren.